Goedenavond en welkom bij de Container Cup. De enige topsportcompetitie die gewoon blijft doorgaan terwijl de anderen op hun gat liggen. Wie niet op zijn gat ligt, is deze man naast mij. Ik ga hem even voorstellen voor de mensen die hem niet kennen. Lang, lang geleden was hij de beste in het aansturen van een ploeg. Dan is hij gestopt met landbouw, gaan shotten en dan was het een fiasco. Ik heb het natuurlijk over Sonk Wesley uit Ninhof. Dag Pedro. Dag Wesley. Ook even aan de kijkers meegeven dat Elodie goud heeft behaald in Peking 2008. En dat heeft 8 jaar geduurd door dopingperikelen bij de Russische estafetteploeg. Nu, we kunnen Elodie voorlopig geruststellen, want op het inschrijvingsblad staat nog geen Rus geregistreerd. Het enige gevaar op dat vlak zou ineens van haar eigen partner kunnen komen. Er zijn in Rusland maar 3 typische familienamen en dat is Gorbachev, Stoikov en Schneelders. Hoeveel denk jij dat zij aan kan op de loopband in volle spurt? Spreken we hier over 50 per uur? Nee. Als ik naar de snelste voetballers kijk, dan lopen die toch gemakkelijk rond de 35 per uur. Je hebt het nu over Gareth Bale, de snelste levende voetballer. 35 per uur, zeg je? Ja, je hebt nog snellere voetballers hoor, maar die ken je niet. Ik ken Danny Boffin, de mobilet, ja, was voilà. Een van de snellere. En Vital. Vital Borkelmans, het brommerke. En dan had Wesley Sonk het ladatje. Dat vind je altijd grappig, hè? Mag jij ook zien? Je bent zelf aan het lachen. Absoluut niet. Shit, je bent niet aan het lachen. Ontgoochelend. En ze heeft het even over jouw commentaar, maar ook over haar mindere prestatie. Er kunnen maar 19 seconden afgaan. Ja. Wesley, ik heb een sportspreuk meegebracht vandaag voor jou en voor de kijker. Sweat is fat crying. Kan je het even vertalen voor de mensen uit Ninhoven? Nee. Maar wat ik wel weet, is dat als ik zo blijf futten, Kamerood, dat ze Ninhof niet gaan nemen. Kamerood, ik ben heel, heel gek op Ninhoven. Dat zeg ik zonder ironie. Als ik er naartoe ga, koop ik er altijd een matte taartje. De ajuinen zijn daar ook geweldig goed. Die stoet met die 4 kindjes op. Ik ga die nooit vergeten. En op die volledig aan het afzien nu. Twin, 5 keer geweest. Twin. The Big Apple. Been there in Ninhof. 0 op 5 voor Elodie. Mijn persoonlijke favoriet, ik weet niet of je hem kent, is Dirk van Tichelt. Die had hier 5 op 5. Nee, dat is je persoonlijke favoriet, niet als die van mij. Mi. Moet ik iets doen? Wel ja, ja. Fietsen zeg ik. Ja. Laatste keer dat ik zo op de grond kroop was nadat je had gekookt voor mij, Wesley. Vis in papillot, ik ga het nooit vergeten. Maar gaat dan toch liggen. Klinkt alsof hij meer dan 1 hernia heeft. Is kostbare tijd aan het verliezen met... Swaffelt even op de bar. Dit is de traagste fietser die ik ooit al heb gezien op tv. In de geschiedenis van mensen die fietsen op tv. Maar ik denk dat je vergist, want hij heeft de indruk dat hij niet echt aan het duwen is. Dus het is een valse trage. Ja, het is een valse trage, ja. Ja. Hij gaat de beste fietstijd van de BV's neerzetten. Maar dan telde mij er niet bij. Maar jij had een tijd van 6.08. Absoluut. We gaan kijken wat hij heeft op 1 kilometer. 1.48. Maal 3, Wesley, is 4.5. Dan kom je niet aan 6 minuten. Nee, sorry, maar ik fietste sneller. Maar die puft amper. Maar wil je nu echt zeggen dat mathematisch deze man sneller dan mij fietst? Ja, dat geloof ik niet. Ja, oké, je gaat het wel zien. Dit zou echt vernederend zijn. Ja, maar het is ook zo. Bereid u maar voor. Als hij mij klopt, scheer ik de naam Sonk in mijn borsthaar. Oké, dit is geregistreerd. Dat kan niet, Wesley. Ik was aan het knallen. Ik was aan het sterven. Nee, ja, maar... Kijk, hij... die is echt waar. Ja, maar hij duwt een groter verzet. Dan ga je ook... Het is iemand die in revalidatie zit na een zwaar auto-ongeluk. Oké, we zullen zien. Oh, lalala, gaat nog wat op de trapper staan. Goedenavond, beste kijkers en welkom terug in de Container Cup. De enige topsportcompetitie die in deze gekke tijden wel kan doorgaan. En een beetje droef nieuws, want eerst had de VRT groen licht gegeven voor Frank Ruijs als nieuwe co-commentator. Maar nu blijkt dat de man zelf niet wil komen. Hij is namelijk naar een illegale Zumba-les.
Toch jammer, Frank, maar toch ook een beetje blij dat jij hier weer bent, Wesley. Dag, Peter. Alles goed? Ja. Waarom moet je lachen met Frank Raas toch niet? Want dat is een van mijn helden. Ja, die van mij ook. Hè. Ah, voilà. Zumba? Dat is wat minder mijn ding, denk ik. Dat denk ik ook. Wel, we gaan niet lang moeten wachten, want ik hoor net dat hij klaar is met de borst krijgen van zijn mama. Dus hij is er volledig klaar voor. Thibaut Nijs mag naar de container. 20,6, heb jij dat ooit gehaald? Denk je nu dat ik als topsporter nooit 20 km per uur heb gehaald of wat? Ja, als je naar de training reed met je Ferrari of Maserati. Ik heb dat niet, hè, jong. Dat snap ik niet. Alle stomste shotters hebben minstens een Porsche. Ja, maar ik niet, hè. Ik snap dat niet. Ik kies voor degelijkheid. Jij kiest voor een slecht contract. Heeft hij zelfs een tattoo van 2002 op zijn pols? Dat is een tattoo van de combinatie van zijn fietslot. Blijkbaar is Thibaut zeer vergeetachtig. Wat ik wel weet is dat hij fan is van de kampioenen. Kijkt blijkbaar in quarantaine zeer veel afleveringen. Ik heb hetzelfde kampioenen nog nooit gezien en dat is geen grap. Ik heb het altijd gemist toen ze het speelden. Dus misschien toch eens een oproep aan de VRT. Zouden jullie de kampioenen nog eens willen uitzenden alsjeblieft? Dan kan ik inpikken en ben ik mee. Je kan ook tactische keuzes maken. Ja. Ja, dat is ook zo. Je kan beter af en toe wat minder goed roeien, maar dan beter gaan schieten, wat meer die stabiliteit houden in de armen. Ik hoor je net zeggen dat het soms beter is te roeien met de riemen die je niet hebt. Ja. Soms is het fijn als je zou reageren als ik iets vertel dat het sportieve overstijgt. Nog 150 meter voor Thibaut, al voorbij de tijd van Bart Swings, Pieter Timmers. Ook die van Oliver Naas en Yves Lampaard. Dus nog 100 meter, kom aan Thibaut. Kom aan Thibaut, als je het doet krijg je van mij een nieuwe Pokémon-kaart. Kom aan, jongen. Dat is dat. En jij zegt iets over mijn debben, dat is al 10 jaar gepasseerd. Nee, ik zeg Pokémon. We hebben Pokémon. 50 meter nog. Komt inderdaad in de buurt van Jolien Doren nu. Kom aan Thibaut. Wees, ik denk dat ik weet waarom de renners zo drinken en niet zo. Je zit op een fiets aan 200 per uur. Uh-huh. Als je zo drinkt, zie je niks, gaat op je muil. Dus die drinken zo om rechtdoor te kunnen kijken. Dat is volgens mij het eerste wat je vandaag gezegd hebt dat eigenlijk een beetje logisch klinkt. Nu, hij heeft nog geen bijnaam. Dus misschien ook een kleine oproep naar de kijkers. Hij is ook van Baal. Dus persoonlijk had ik er zelf ook een gevonden. De garnaal van Baal. Omdat hij zo in garnaalvorm prachtig... Kijk, de garnaal van Baal. Absoluut, maar het gaat niet ophouden vandaag, want er komt nog een straffe kerel langs na de reclame. Niemand minder dan de doelman van Club Brugge, Simon Mignolet. Big saai. Big saai. Na de reclame. Small West. We hebben hier al Olympische kampioenen gehad, maar nog geen Champions League winnaar. Toch het hoogste wat je kan halen in voetbal. En deze man heeft gewoon de finale gewonnen. Zijn laatste wedstrijd, denk ik, voor Liverpool. Is dan gestopt met voetballen en naar Club Brugge gegaan. Heeft 5 jaar getekend, maar heeft wel nog de ambitie om, als het kan, terug naar de Premier League te gaan. Wel, als je ziet hoe fit hij is, denk ik dat er vele clubs in de Premier hem graag willen hebben. Zeg het nog eens, in de Premier League. In de Premier League? Ja. Jij kan het uitspreken, maar je hebt er nooit mogen spelen. Ik ben fier dat er toch een Champions League winnaar in onze container. Het is de eerste en enige die momenteel zal passeren. Ik dacht dat er weer een belachelijk mopje ging komen naar mij toe. Helemaal niet. Je hebt met Zlatan nog samen in de douche gestaan. Daar zijn beelden van. Bart Swings, beste tijd in het fietsen, 3:55. Ik wil niet worden herinnerd aan avontuurtje met Zlatan onder douche. En wie topsport zegt, die denkt natuurlijk ook aan een topcommentator. En ik had eigenlijk goed nieuws, want Vincent Kompany van Anderlecht had ja gezegd en zou hier naast mij zitten. Maar toen ik hem belde, blesseerde hij zich bij het opnemen van zijn gsm. Dus hebben we een super sub, Wesley Sonck. Dag Wes. Hallo. Ik dacht, hij spreekt Frans, dat hoort ook op een golfclub, denk ik. Oh, oui, Parlez le François. Oui, bien sûr. Maar het helpt hem niet voorlopig. Oh, ça c'était mieux, hè. Kijk eens, hey, mooi hè?
104 mètres. C'est pas mal, Kevin, mais c'est pas encore fini, parce qu'après le golf, il y a encore une centaine de disciplines. Ik vertaal het even, je bent nog niet thuis. Tweelingen, altijd fascinerend. Ik ben zelf geen tweeling, had het graag geweest. Maar ik heb wel een lange relatie gehad met een tweeling en dat was niet altijd even simpel. Wat bedoel je? Ja, nee, wat de mensen nu denken, denk ik. Ik heb vaak met de verkeerde gekust. 'S Nachts ook bij de verkeerde in bed gekropen. En eigenlijk is dat onverklaarbaar, want dat was een tweeling die bestond uit een jongen en een meisje. Dus ik had het kunnen weten, ook zeker vanaf de baardgroei van de... Ja, dat is echt gebeurd. Thuis hebben die toch een tandem, dat kan toch niet anders. De laatste 2 kilometer zijn inmiddels ingegaan. In Australië is een achtling. En daar hadden ze een tandem voor gebouwd. En die fietste met de tandem, de achtling-tandem, naar school. Maar tegen dat de laatste de klas binnen was, moest de eerste al terug naar huis. Dat is een tandem-anekdote uit Australië die ik had voorbereid. Welkom terug bij de Container Cup. We zagen Kevin Borlée hier net semi-schitteren. Wesley, ik blijf voorzichtig. Ja, maar het kan ook zijn dat hij als proefkonijn is gebruikt en dat hij de tactiek nu gaat doorspelen aan Jonathan. Absoluut. En ik denk ook dat Kevin wil dat Jonathan schittert. Want als Jonathan schittert, kan Kevin nog altijd zeggen dat hij Jonathan is en Kevin Jonathan. Snapt het? Ja, ik ben mee, hè. Wesley, Wesley. Aan het keerpunt gaat vrij vlot allemaal. Ja, dat is ook logisch, Wesley. Dardenne, hoe herinnert jij je Dardenne? Eén groot avonturenpark. Die lokale mensen daar, die gaan dus zo naar de bakker. Hè? Kijken wat hij hier gaat doen. Oh. Is echt aan het afzien. Krijgt een mulligan. Dat is een nieuwe term. Hè. En wat is een mulligan? Dat mag je nog eens slaan. Hè. Is het echt? Ja. Gaat hier... De mulligan nemen. De mulligan. En hij mulligant hem iets te veel naar rechts. Maar komt net op de mulligan terecht. En doet er maar 70 mulligans over. Ze hebben verteld dat ze dat nooit doen eigenlijk, roeien. Dat verbaast me dan ook niet, Wesley. Want in Dardenne is het niet roeien. Daar is alles kajak. Dus ik voorspel ook dat ze niet zo gaan roeien, maar vanaf 500 meter eigenlijk zijdelings gaan beginnen. Ja, maar dat is kajak. Dat is Dardenne. En steekt daar toch wel wat gewicht bij. 10 kilogram. Kan je dat op het zicht zien of zie je dat er... Dat staat 10... daar gewoon op, 10 kilogram. Je begint het echt wel in de vingers te krijgen, hè, deze containercup. 90 kilogram. Kijk eens aan. Ja. Ik heb bij die piep altijd het gevoel dat de patiënt is overleden. Piep. Wesley, ik zeg soms dingen, hè. Ja, maar nu concentreer ik mij, want hij gaat er 5 kilo bij doen. Doet er dus 5 kilo bij, zoals wij allen in deze quarantaine? Vooral chips bij mij. Ja, maar dat zien we, hè. En jij? Niks. Als Jonathan Borlée hier de benen van onder zijn lijf fietst, dan zou het wel eens kunnen dat hij onze nieuwe leider wordt. Onze nieuwe leider als in Kim Jong-un. Als jij dat wilt. Kijk eens aan die armen, die afgelijnde triceps. Ja. En kniceps. Heb jij nog triceps? Dat is dat lat. Normaal is dat een lat. Amai, is dat een tricep? Dat heb je nog nooit niet gezien, hè? Dat is precies een gezwel. Ah ja, dat is een tricep. Is dat een tricep? Spant hij nu nog eens op? Ja, jij kunt dat niet, hè? Ik wil dat niet. Oh, okay. Goedenavond en welkom bij de Container Cup, de enige topsportcompetitie in een container. En die wordt vooral bekeken in Ninove. En dat heeft alles te maken met de man hier naast mij, Wesley Sonck, en de ereburger van Ninove. Nee, ik ben geen ereburger. Jij bent nog niet de ereburger van Ninove. Dus dat is weer een prijs die jij nog niet hebt gepakt. Erg. Ninove, geef deze man een standbeeld. Maar geef ons 2 topatleten. Rechts zien we dat het gewicht van de benchchef een beetje op Pinocchio lijkt. Ja. Ik vind dat toch straf, hè, dat we hier naar een gast aan het kijken zijn die 12 dagen de gele trui heeft gedragen in de Tour de France.
Ik moet nu eens zeggen, ik heb zelf eens een gele trui gekocht op een marktje en ik heb die 14 dagen gedragen. Ik stof daar toch ook niet mee? Ik ben benieuwd hoe het deze man het gaat vanaf brengen. Linkshandig, dat zijn altijd speciaal mannen. En dan mag je nog blij zijn dat dit het eerste seizoen is van de Container Cup. Want in seizoen 2 gaan we een grizzlybeer loslaten in de container. En moet de sportman hem zo snel mogelijk neerschieten. Wat ik wel niet snap, is dat jij geen ereburger van Ninoven bent. Toch al veel gedaan voor die stad. Op naar de eerste tussentijd. Zouden we gewoon geen aanvraag kunnen indienen? Kijken wat hij doet na 1 kilometer. Gouden Greg, 1:18 voor Greg van Avermaat. Als hij dit kan volhouden, gaat hij rond die tijd van Bart Swings uitkomen. En onder de 4 minuten duiken sowieso al. En de burgemeester kende die? Ja. Hoe heet die? Tanja de Jonge. Wat is er dan mis met u? Nee, maar die gaat je dan... kent een burgemeester. Je bent een rode duivel geweest. Ninoven, daar wonen bijna geen mensen. En dan zit er nog geen... Dat is een aanval. Kleine oproep ook voor het entertainment. Maar alle atleten lopen gewoon rechtdoor op de loop. Want het zou fijn zijn als ze eens een kleine pirouette doen. Of toch iets ter opvrolijking. Ah ja, dan moet hij bij Kevin van der Perre zijn. Hè? Ken hem? Hij woont 300 meter van mij. Dat is juist... Dat is die een ereburger van Ninoven. Als je Ninoven binnenrijdt, heb je zo'n rond punt met zo'n standbeeld. Met zo'n man in een pakje dat een pirouette doet. Dat is Kevin. Ik heb trouwens een onkel die in Ninoven woont. In de Kevin van der Perrestraat. Dat is niet ver van het Kevin van der Perreplein. Ik heb gehoord dat het containerpark naar u is vernoemd. Het is die containerpark. Alles wat je niet meer wilt, mag naar hier. Hé, hey, dat is Ninoven. Los het op, mijn burgemeester Tanja. Hè. Terug naar Hanne Klaas, die de longen uit het lijf loopt. Nee, nog even wat info over Hanne. Hanne is opgegroeid in Costa Rica en is op haar zesde verjaardag eigenlijk terug verhuisd naar Leuven. Maar dat is nu wel een toeval. Kent jij de vlag van Costa Rica? Ja. Hoe ziet die eruit? Dat is dus echt niet voorbereid, want ik wist het niet. Ja, maar het is daar precies wel winter in Costa Rica. Dat is ook just. Moet wat opschieten. Dat is een woordspeling, dat kost je 10 euro, Wesley. Je weet dat dit niet mag. En Wesley, dit is niet zomaar geheig. Als je goed luistert, ze heigt hier een boodschap in morse. En het is waarschijnlijk naar Jacques Borlée, de trainer, want het is morse in het Frans. Ik ga hem even vertalen. Je suis cassé volen bek. Wesley, ken jij morsecode? Ik weet alleen maar dat ze morsdood zijn als ze stoppen met fietsen. Tweede woordspeling. Dit komt dicht bij een onmiddellijke C4. Ze dankt hier de commentatoren in morse voor onze bijdrage. Dat is dus fijn dat wij ook feedback krijgen. Maar daar scheelt toch iets aan. Hè? Voilà, ik heb haar in onze naam ook terug bedankt. Morse for life. Ik moet haar mee dus presenteren, hè. Ja, maar ja, niet tijdens mijn mors. Sorry.